Ja, ik wil het hebben over Theo in warmtenetten. Dat doe ik vanuit Alliander, een energienetwerkbedrijf. Dat zich ook toelegt, althans Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, op het ontwikkelen, realiseren en beheren van warmtenetten. En al langere tijd zijn wij met de watersector, zeker ook met waterschappen, in gesprek over hoe we daar projecten mee zouden kunnen gaan doen. En ja, ik denk, ik neem je gewoon mee in een voorbeeldproject waar we volop mee bezig zijn. Uiteraard ook zijn geweest, omdat dat denk ik het beste illustreert hoe dat in zijn werk gaat. Dat project is het project Vrede, in de wijk Vredeburg in Arnhem. Dit is een foto daarvan en die laat meteen al het kenmerken van deze wijk zien. Zowel woningbouw, niet al te oude woningbouw, maar met name jaren 70. Kantoren en ook hoogbouw, sociale woningbouw. Komt allemaal voor in die wijk. Maar die wijk is zeker niet toevallig gekozen. En hoe zijn we daar nou op gekomen? Nou ja, we zijn op zoek gegaan naar projecten in Arnhem om te doen. Samen met en eigenlijk wel door het waterschap Rivierenland. En ja, hier loopt de Nederrijn. Hier is Arnhem. En Arnhem kenmerkt zich door dat aan de noordzijde ligt het eigenlijk aan de zuidkant van de Veluwe, op het zand. Je ziet hier ook de bebossing van de Veluwe. En aan de zuidkant ligt het eigenlijk in het laagland, poldergebied tussen de Waal en de Nederrijn ligt het in. En hoe pak je dat nou aan als je naar zo'n gebied gaat kijken? Nou, het eerste wat wij altijd doen is we maken een zogenaamde warmtekansenkaart. En de warmtekansenkaart die brengt in beeld waar veel warmtevraag is. En wat je ziet is dat zijn hier allerlei kleurtjes die geven de functies aan. Heel opvallend zijn de lichtblauwe. Dat is in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Daar staan heel veel tuinbouwkassen. Voor de rest zijn natuurlijk veel woningen en bedrijven. En de bolletjes, de rode bolletjes die eromheen staan, die geven de omvang van de warmtevraag aan. Naarmate ze donkerder rood worden, zit daar een grotere warmtevraag. En dat baseren we uiteraard op de hoeveelheid gas die daar verstookt wordt. Op die manier kunnen we clusters creëren. Dat zijn gebieden waar heel veel geconcentreerde warmtevraag zit. Dus daar is een energievraagstuk op te lossen. In het verleden deden we dat dan omdat we dachten van nou dat is heel goed voor het milieu om dat te gaan doen, voor het klimaat ook. Klimaat is een steeds belangrijker factor geweest, maar als energienetwerkbedrijf zijn we sinds een aantal jaren ook bezig om te kijken van hoe gaan we überhaupt onze aardgasvoorziening beëindigen en hoe gaan we zorgen dat daar een alternatief voor komt. En dan is het natuurlijk handig om te beginnen bij die gebieden waar heel veel aardgas verstookt wordt en waar we ook iets met onze energienetwerken van plan zijn te doen. Dus dit is de manier waarop we naar dit soort gebieden kijken. Mijn eerste vraag, het is een talkshop, dus het is ook wat interactief bedoeld. Maar als we naar zo'n kaart kijken, ja, waar zijn we volgens jullie eigenlijk naar op zoek? Of waar zouden jullie naar op zoek zijn als je dat soort informatie hebt? Wie heeft daar een inbreng op? Sorry? Warmtebronnen, ja. Dat is zeker, daar zijn we naar op zoek. Andere dingen die we... Ja? Is daar met isolatie, ik verstaan dat meneer zegt van ik zou kijken wat ook de ontwikkeling is naar de toekomstige warmtevraag. Nu, dit is de vraag, of het vorige plaatje, is de vraag van nu. Maar dat kan in de toekomst door isolatie of andere maatregelen natuurlijk gaan wisselen. Ja, dat is zeker een belangrijke factor waar we naar kijken. Andere dingen die van belang zijn. Ja? Vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Ja, precies. Waar kun je vraag en aanbod echt op elkaar afstemmen? Dat is eigenlijk een hele bijzondere vraag. Lot van Hooijdonk die zei daar in de inleiding ook al iets over. Je bestelde vroeger het energiebedrijf, die kwamen een netwerk aanleggen. Waar dat gas vandaan komt, dat wisten we allemaal wel. Inmiddels weten we het nog beter. Maar daar komt het straks niet meer vandaan. Maar bij warmte moet je inderdaad die twee heel expliciet bij elkaar gaan brengen, vraag en aanbod. Iemand nog een suggestie? Ja? Ik wil begrijpen dat juist huizen die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarmen, dat die geschikt zijn voor Theo. Ja. Dat is helemaal vast bij rekening.
Ja, dus je zegt van vooral die gebouwen, die huizen die geschikt zijn om met lage temperatuur te verwarmen, die zijn vooral geschikt voor Theo. Dat klopt. Dus dat is inderdaad een factor waar we naar kijken. Ik zal dat ook laten zien hier in het vervolg. Dat zijn dan de huizen die niet naar boven komen in dit plaatje. Dat zijn de huizen die niet naar boven komen in dit plaatje, precies. Dus het zijn hele interessante dingen om daarin mee te nemen. Wij zijn naar Vredenburg gaan kijken, als we dit plaatje pakten, eigenlijk om deze redenen. Allereerst hebben we gezien dat er een aanzienlijke warmtevraag is. Die bolletjes, ik kom zo meteen met het detailkaartje er nog op terug, die waren daar behoorlijk rood. We gingen het over bronnen hebben en we waren in gesprek over Theo. En in dit gebied moet het gemaal vervangen worden. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Er is een gemaal dat is ook heel bijzonder. Je hebt natuurlijk een aantal, ik zit hier met waterschapsmensen, dus ik geef me nu op heel glad ijs, dat besef ik. Maar je hebt gemalen die dus zeg maar overtollig regenwater lozen. Maar dit is een gemaal en dat lijkt een beetje op de situatie die ook over Wageningen wordt geschetst. Die echt bedoeld is om de watervoorziening in de wijk op kwaliteit te houden. Dus die gaat min of meer het hele jaar door, in ieder geval heel de zomer door is die in bedrijf. Dus veel draaiuren betekent dat je ook altijd daar gebruik van kan maken. Vredenburg zelf is ook nog weer een gebied waar ook de grondwaterbescherming zodanig is dat je daar geen warmtekoude opslag in open bronnen kunt toepassen. Dus dat is een alternatief wat daar niet voorhanden is. Wat ik al liet zien, een gebied met woningen en kantoren. En die laatste zijn interessant omdat die ook een koude vraag hebben. Bij Theo praten we nu vandaag heel veel over warmtevraag, maar koude vraag is ook een belangrijke factor. Het zijn niet woningen met de allerslechtste energielabels. En dat is ook van belang, omdat je dan met die lage temperaturen al heel gauw in de problemen gaat komen. En het is een wijk, en dan ook met name het stukje Kronenburg, dat is een soort zijstukje daarvan, die ook de nodige hittestress kent, ook door de grote verstening, maar ook omdat daar grote gebouwen staan die veel warmte uitstoten met hun airco's. Dus het waren een aantal factoren die ons daarna deden kijken van, ga daar eens verder op in. En dan komen we eigenlijk op deze twee, dit is het gebied, ingezoomd. Voor degenen die Arnhem een beetje kennen, dit is de weg van Arnhem naar Nijmegen. En dat pleirroute, dat is de weg die aan de zuidoostkant om Arnhem heen loopt. En in dat hoekje ligt het, met de wijk Vredenburg, met name woningbouw, met aan de rand hoogbouw en kantoren. En Kronenburg met veel hoogbouw en een heel groot winkelcentrum. En dat is een heel interessant gebied, vanwege die kenmerken die ik net noemde. Nou, het gemaal wat vervangen wordt, dat staat hier. Er is ook een hoogteverschil hier. Die wijk ligt net ietsje hoger dan de omgeving. En die vaart, of ik weet niet hoe jullie dat in jargon noemen, kanaal, sloot. Hè? Dat water wat daar is, dat wordt netjes stromend gehouden, zodat dat vers water blijft. En dat gemaal wordt vervangen en zal dus dit gebied blijven voorzien van vers water. Dus dat is de situatie die we aantroffen. Nou, dan kijken wij bijvoorbeeld naar de ouderdom van het vastgoed. Dat is al een hele goede indicatie van moet er wat gebeuren of is het allemaal wel in orde. Nou, als je naar de kleurtjes kijkt, de donkerrode, dat zijn de meest recente. Dat komt bijna niet voor. Ook geen hele oude gebouwen. Dit gebied is duidelijk van na de Tweede Wereldoorlog in ontwikkeling gekomen. Op een heel enkel gebouw na. En de meeste gebouwen die komen inderdaad zo'n beetje uit de jaren 70 en 80. We weten dat er het nodige aan basisisolatie is gedaan. Maar het is beslist geen heel modern gebied. Nou, hier zien we nog even die gaskaart nog weer wat specifieker. Nu per postcode gebied precies ingevuld. Dus er wordt het nodige gas gebruikt. Dus je weet waar de energievraag zit. En we hebben ook inzicht in de energielabels. Ook hier weer naar de rode labels. Dat zijn de hele slechte. Die komen weer niet heel veel voor. De meeste zitten in de categorie C, D, E. Dus dat wil zeggen woningen met een basis isolatie, maar zeker geen moderne kwaliteit. Oftewel, dit is een hele aardige wijk in de combinatie, om hier een combinatie te maken tussen wat kunnen we met dat gemaal en wat kunnen we met de warmtevraag en de voor een deel ook koude vraag die in dat gebied zit. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Wat is dat voor oplossing? Gaat daaruit komen? Ja. De energielabels. Het is dus juist interessant omdat die energielabels niet te laag zijn.
Het is juist interessant omdat die energie... het belangrijkste is dat ze niet te hoog zijn. Dus de hele hoge labels. Of je moet uitzicht hebben waar het net ook al over ging... dat er een groot renovatieproject komt. Maar dan moet je ze natuurlijk projecteren over hoe ze gaan worden. Maar in combinatie met laagwaardige bronnen is laag is prima. En tegelijkertijd zijn dat woningen waar ook of gebouwen waar ook weinig urgentie is... om iets aan de energievoorziening te gaan doen. Dus die tussencategorie is eigenlijk wel een hele goede. Ja, als je dichtbij komt, zie je veel CDE. Dat is eigenlijk de grote de bulk van de categorieën. Dus zeg maar voor jullie een goede combinatie van voldoende warmtevraag, maar niet te hoog categorie. Nee, met name omdat als je een redelijke warmtevraag hebt, wil zeggen, zeker die woningen, die kent u ook wel uit de jaren 70 en 80, die wel nageïsoleerd zijn of die wel bijvoorbeeld een basis spouwmuurisolatie en dergelijke gehad hebben, dan is het niet zo heel makkelijk om die een stap verder te brengen. Dus als je een energievoorziening wil verduurzamen, dan zul je daar dus makkelijk met een externe bron iets mee kunnen doen. Dat is eigenlijk de redenering die erachter zit. Dus het is ook handig dat deze wijk niet zoekt naar renovatie? Nou, kijk, er zitten ook wat oudere panden bij die duidelijk wel gerenoveerd moeten worden. Maar kijk, als we in het hier en nu kijken, dan zeggen we van dit zijn niet de woningen die logischerwijs het eerste aan bod zijn om intensief gerenoveerd te gaan worden. Dus je kunt met die warmtevraag aan de gang gaan. Wij gaan er zelf vanuit, maar dat heeft niet zozeer op de wijk te maken, maar in zijn algemeenheid, dat voor 2050 ook dit soort woningen nog een renovatieslag zullen moeten meemaken en ook nog echt wel een stuk energiezuiniger moeten worden. En dat moet ook gaan gebeuren. Maar als je nu aan de slag wil met zo'n project, dan is dat prima zo. En even terug, wat wordt de oplossing die je hier gaat toepassen? Ik bedoel, Theo is natuurlijk het antwoord, maar heb je enig idee wat er dan bij gaat komen kijken om dit voor elkaar te krijgen? Gewoon gasketels. Ja. Ligt geen warmtewet in de grond. Nee. Ja, op basis van wat je aangeeft dat WKO niet mag. En er naast Theo nog een andere warmtebron is vanuit de kantoren, kan ik me voorstellen dat je voor een warmteuitwisselnet gaat kiezen. Een warmteuitwisselnet, ja. Dat zou kunnen, ja. Misschien kun je kiezen voor in de zomer al een hoge temperatuur te maken met de warmtebron. En dus een buffer op hoge temperatuur te bouwen in de zomer. Ja, dus in de zomer is het van die... van dat water gebruik te maken met een hogere temperatuur en die hoge temperatuur op te bouwen. Ja, dat. Nee, je mag in het gebied geen WKO maken. Maar het aardige is... goed de kleine lettertjes lezen, hè? Ja. Andere ideeën, ja? Dat goedkoopste? Ja, maar wat zou dat zijn? Nou ja, waarbij je collectief iedereen gaat aansluiten op één systeem. Ja, collectief iedereen aansluiten op één systeem. Want laten we heel eerlijk zijn, ik zal er zo meteen ook wel iets over zeggen, maar de goedkoopste oplossing op dit moment is gewoon iedereen het gas laten. Dat is helaas onder de huidige omstandigheden, de huidige situatie, natuurlijk heel vaak het geval. Nou, laten we eens even kijken. Er werden al hele goede suggesties gedaan. Dit plaatje heeft Barry, het is ook van IF Technology, die zijn er ook aan bij betrokken, ook gemaakt. Wij zijn inderdaad het spoor opgegaan van die TO-oplossing op basis van water uit het gemaal. En precies wat hier al gezegd werd, dat is ook exact wat we doen. In de zomer oogsten we met warme water daaruit. Dat slaan we op in een aquifer, net buiten het gebied. Maar goed, het is op de plek waar we het gemaal zetten. Dus we kunnen, als we toch het gemaal gaan vervangen, maken we daar ook het hele pompregelhuis van, waar alles in geregeld wordt. Dus die warmere water slaan we in de bodem op. Die zal dus ietsje opwarmen. En je hebt een wat hoger vertrekpunt om warmte te gaan leveren dan gewoonlijk uit de WKO. Overigens kun je met koude precies hetzelfde doen. Dan haal je dat oogstje in de winter. Dan heb je een wat lager vertrekpunt om mee te gaan koelen. Sterker nog, daar kun je dan in principe al koeling mee leveren zonder dat je dat verder hoeft na te koelen. Voor de warmtekant, zeker voor bestaande gebouwen, zul je uiteraard een warmtepomp moeten gaan toepassen om woningen te gaan beleveren.
Nou ja, dit is echt qua oogsten van energie. Want zo kijk ik dan toch een beetje tegen Theo aan. Want die energie zit natuurlijk gewoon in het water wat er langs stroomt. Is het eigenlijk een prima oplossing. Het kwam net ook al even aan de orde in het verhaal van Barry. Ook hier speelt dat je de waterkwaliteit in dat water wat door die wijk heen stroomt ook nog weer verder kan verhogen hiermee. De temperatuur in de zomer gaat ervan dalen. Want het water wat je het gebied inpompt is dan al 2, 3, 4, 5 graden. Koeler, dus het voorkomt daarmee ook hittestress. Kan het beter opvangen. Ik weet niet of hier ook het plan al is, maar dat kun je apart er nog bij doen om dat ook weer verder zuurstofrijk te maken. Maar op die manier kun je dus een heleboel vliegen in één klap slaan. Dat idee, op basis dus van deze wijk en deze technologie, is doorgerekend. Maar daarmee hadden we niet automatisch een heel goed project. Wat zit er dan voor potentie in dit gemaal? Ik noemde al het impact op het oppervlaktewater. Het gaat om een gemaal wat 2 miljoen kuub water gaat verpompen. Daar zouden we ongeveer 750 woningen zonder meer van energie kunnen voorzien. Dan hebben we het er niet eens over dat je additioneel nog wat piekvoorzieningen zou kunnen treffen. Je zou ook eenzelfde hoeveelheid koeling, die vraag is er niet in het gebied. Er is wel koelvraag, maar niet zoveel. En zou je dat potentieel helemaal benutten, nou, dan staan daar de cijfers wat je aan energie en CO2 en NOxen kunt reduceren. Maar wat ik al zei, het is niet zomaar rond te rekenen, want de business case voor hoge temperatuurwarmtelevering, dus wat je nodig hebt om een cv-ketel 1-op-1 te vervangen, dan gaan wij zelf altijd uit in dit soort woningen. Vaak zijn ze ontworpen op 90 graden, maar nou, met 75 denken we dat je het ook wel redt en dan kun je in ieder geval makkelijk warm tapwater maken. Maar die is gewoon slecht omdat aardgas gewoon goedkoop is. Mensen staan ook niet op het punt te investeren. Een enkeling wil een nieuwe cv-ketel. En over de komende 15 jaar allemaal wel een keer. Maar daar ga je het gewoon niet mee redden. Kijk je specifiek naar lage temperatuur lage temperatuur aanbod. Dan heb je het probleem dat er gewoon niet heel veel lage temperatuur vraag is in het gebied. Omdat op een enkel nieuw gebouw na is dat niet aanwezig. Daar komt nog bij dat specifiek voor een aantal objecten op de hoge temperatuur zij ook de keuze hebben. En er is ook niks mis mee. In de buurt ligt een hoogtemperatuur warmtenet van NUON. Dus die zouden dat ook kunnen gaan voorzien. En eigenlijk zou je na die eerste 3 punten al normaal gesproken zeggen van nou ja, we wachten op betere tijden of we zoeken wel een ander gebied. Alleen waren een aantal mensen zo gek om dat niet te doen. Wat ook een uitdaging was dat we met een aantal partijen in gesprek waren hierover. Een aantal gebouweigenaren, woningbouwcoöperaties, ook een aantal beleggers. Die zeiden van ja, wij willen wel afnemen, maar verder willen we er niet te veel mee te maken hebben. Moet het voor ons gewoon geregeld worden. Het waterschap zei van nou, wij willen echt wel heel graag die investeringen doen. En ook in die productie van die energie wel een rol spelen. Maar daar laat het bij. We gaan niet als leverancier optreden. We gaan niet een warmtenetwerk daar neerleggen. Nou goed, en wij als energienetwerkbedrijf zeiden, wij willen wel het netwerk aanleggen, maar die andere dingen niet doen. Dus je zit met een aantal dingen die je op elkaar moet gaan tellen. Dat uitte zich ook uiteraard in belangen, de cultuur van partijen. Wij zijn als netwerkbedrijf ook een publiek bedrijf, maar je merkt toch dat de wijze waarop werkzaamheden in waterschappen plaatsvinden dan toch weer even anders loopt. Absoluut niet slechter, maar je moet elkaar leren verstaan. Dus het waren genoeg redenen, wat ik al zei, om aan zo'n project maar niet te beginnen. Dus vragen we ons af van hoe moet je daar nou mee omgaan? Ruimte voor publiek-private samenwerking. Dat is zeker iets wat we zoeken. Ja. Wie heeft er nog meer? Ja, in zijn algemeenheid zou het dus mooi zijn als je met alle belanghebbenden in gesprek kunt komen om te zien of er een maatschappelijk voordeel zou ontstaan als je met elkaar zou samenwerken. En als je dat ziet ontstaan, dat je dan het gesprek aangaat van hoe gaan we dat voordeel nou financieel vertalen, zodat iedereen dat mee wil doen. Ja, dus in feite pleit jij voor, ga die dialoog nou ook echt aan over wat je dan precies met elkaar wil. Kijk hoe je dan de zaken, de taken en de rollen kan verdelen. Ja. Ook financieel gezien. Ja. Ja? Heeft dat even aan nog andere alternatieven? Dus bijvoorbeeld van warmstroom en gegevens.
We zijn dit project, kijk, dat is een mogelijkheid en dat is ook wel iets wat we meenemen in de afweging van wat is nou de logica voor dit gebied om te gaan doen. En we hebben wel ingezien dat de business case van dit project ten opzichte van aardgas slecht is, maar ten opzichte van heel veel alternatieven is die wel goed, zo niet beter. Ja, nee, sorry. Ja, dus je moet van aardgas af. Dat is even onze aanname geweest. Dus kunnen we dat hier bewerkstelligen? En wat zijn dan de zinnige alternatieven die je hier hebt? En we kwamen eigenlijk op twee interessante alternatieven uit. De ene was dat warmtenet wat van Nuon hier al ligt, om dat uit te breiden en die wijk daarmee te gaan voorzien. En de andere was dus deze Theo-oplossing. En alle andere scoren dan slechter op kosten of noem maar op. Waarom hebben we specifiek hiervoor gekozen? Nou ja, A, omdat wij nu al niet zijn en dan kunnen we die andere oplossing niet aanbieden. Maar B was de beschikbaarheid van warmtebronnen voor Nuon is eigenlijk maar beperkt. En er zijn nog heel veel wijken rond Arnhem die je van hun bronnen zou moeten kunnen voorzien. Terwijl hier een unieke kans ligt om het met Theo te doen. Dus het is ook een kwestie van, als je het hier niet doet, Theo kun je niet zo heel makkelijk over hele grote afstanden gaan transporteren. Dan zou je in andere wijken weer eerder in een ander knelpunt terechtkomen. Dus dat is de afweging geweest. Maar we hebben wel degelijk nagedacht van ja, wat zou nou voor deze woning een alternatief kunnen zijn. Ja, je zegt wel iets heel belangrijks. Want ben je dan ook met de gemeente in gesprek die een warmteplan voor de hele stad heeft, zodat je ook met elkaar die keuze maakt waar je welke warmtebron inzet? Ja, ben je dan met de gemeente in gesprek die een warmteplan heeft. Ja, we zijn met de gemeente in gesprek, maar deze gemeente heeft geen warmteplan. Is hierbij betrokken uiteraard. Vindt dit ook op zichzelf een goed idee. Het heeft natuurlijk met de politieke situatie te maken dat er onder het vorige college eigenlijk heel weinig beleidsruimte was hiervoor. Ze zijn daar wel in de loop van die periode wakker geworden. En ik heb goede hoop dat we in de komende collegeperiode daar veel meer support van krijgen. Maar dat geldt natuurlijk voor veel steden. Maar dat is precies wat wij, zoals wij naar zo'n stad kijken. Van je hebt, in al die wijken heb je uiteindelijk werk te doen. Waar liggen unieke kansen? Nou, voor een aantal gebieden is dat heel logisch om dan met een hoogtemperatuurwarmtenet van een goede bron in te gaan. Hier hebben we een hele belangrijke Theo-kans. En gaan we nou samen met elkaar zorgen dat we de goede kansen op de goede plaatsen gaan invullen? Dat is wat waar wij voor staan. En met dit gedachtegoed gaat de gemeente mee. En ik heb goede hoop dat ze dat ook echt in hun beleid gaan verankeren. Maar zover is het nog niet. Ja. Nee, ja, dus wat zijn de milieubaten eigenlijk in geld uitgedrukt? Nou ja, ik heb de cijfers hier niet bij de hand, maar toen net de vraag kwam van wat zijn die alternatieven, dan hebben we die ook nadrukkelijk daartegen afgezet. Van wat is nou de goedkoopste oplossing is aardgas, dat is vrij duidelijk. Maar als je dus per kubieke meter aardgas 1,8 kilo is, geloof ik, CO2 bespaart, wat is dan milieutechnisch gezien de volgende goedkope oplossing? Dan kwam je op dat hoogtemperatuurwarmtenet. Of Theo uit en daarna ja, eigenlijk alle andere oplossingen, ook all-electric oplossingen, wat in feite vaak warmtepompen zijn, die scoren dan beduidend slechter. Ja. Dus dat is een belangrijke. Het is ook dit besef van wacht eens eventjes, je hebt hier dus een unieke kans met ook een aantal unieke uitdagingen, laat dat heel duidelijk zijn. Laten we nou eens met elkaar even heel goed nadenken. Is de tijd ervoor rijp en op welke manier kunnen we dit project op een goede manier aanpakken? Want je kunt natuurlijk je helemaal blind staan op die uitdagingen. Wat ik al zeg, er is alle reden voor om te zeggen, nou laat maar zitten, dit wordt hem niet. En we zijn dat toch gaan doen. En ja, wij noemen dat stap voor stap ontwikkelen. Als je nu in één keer naar het eindpunt springt, dan trek je al die problemen in één keer naar je toe. En we hebben gezegd van nou, er ligt eigenlijk, als je nou binnen die unieke kans die Vredenburg is, dan zitten er weer twee bedrijven, twee panden in, die aan zich weer een unieke kans vormen. Dat zijn deze twee gebouwen, die een beetje aan de noordzijde zitten. Beide ook van geïnteresseerde eigenaren, asset owners, die zeiden van nou, wij willen ook met die verduurzaming mee. En die ook een warmte- en koude vraag hebben. Nou was natuurlijk het unieke van het systeem dat we die relatief hoge warmte in de zomer produceren, relatief lage koude temperatuur in de winter. Dus daar ligt al een hele unieke combinatie.
Beide dus enthousiast om dat te doen. Ook beide gewoon nog volledig fossiel voorzien. Dus ze hadden cv-ketels voor de verwarming en traditionele koelmachines. Ook omdat ze nooit een WKO hebben mogen doen op die locatie. Traditionele koelmachines voor hun koude vraag. En daar zijn we in gesprek gegaan. We hebben uiteraard veel meer partijen gevraagd. Het is ook een heel groot winkelcentrum, Kronenburg. Maar die hadden al wel heel veel maatregelen genomen. Ze zeiden, ja, op dit moment hebben wij geen nieuwe plannen. Gewoon laten we die dingen doen die nu kunnen. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is de grootheid en de complexiteit van het probleem proberen terug te brengen naar zo'n klein mogelijk behapbaar stukje. Namelijk twee klanten die interesse hebben en partijen erbij te zoeken die dat voor elkaar kunnen krijgen. En we zijn een samenwerkingsketen aangegaan van de partijen die dat dan waar moeten gaan maken. Uiteraard het waterschap. Ik weet nog goed dat een van de eerste gesprekken die wij daar gevoerd hebben, is heel simpel het gesprek geweest van, oké, jullie doen mee aan het initiatief, dat is ook van het begin af duidelijk geworden, maar realiseer je je? En ik denk dat als we dat vandaag zouden vragen, die vraag nog veel trivialer zou zijn dan die toen was, dan hebben we het over 2 jaar geleden. Realiseer je dat je hiermee niet alleen maar waterbeheer doet, maar ook een verplichting aangaat om energie te gaan produceren? Want het is niet vrijblijvend. Je kunt zeggen, als je een vergunning voor oppervlaktewater uitgeeft om daar energie aan te trekken, dan is het opeens het probleem geworden van degene die vergunning heeft. En dan heb je daar verder als waterschap geen omkijken naar. Nee, je doet iets met je gemaal, daar ga je wel of niet in investeren, maar dat ga je in ieder geval zo maken dat je dus energie gaat produceren. Dat is dan vanaf dat moment ook een verplichting. Natuurlijk kunnen we over alle voorwaarden en technische parameters hebben, maar je stapt in die rol, realiseer je dat. Dus die vraag hebben we heel indringend gesteld en gezegd van, als je dat realiseert, dan moet je daar ja of nee tegen zeggen. Ik bedoel, even goede vrienden, maar ja is nodig om dit te laten werken. Waterschappen, ja, kom eens vragen. Ja, het is maar een klein begin. Wel een begin waarvan wij het idee hadden dat het groot genoeg was om de investeringen te kunnen starten. Ja, precies. Ja. Maakt u daarmee de rest van de business case van de VVD minder aantrekkelijk? Met al een stukje van de taak op gedaan om dan zo'n groot centrale, als je aan de warmtepomp hebt staan, moet je die weer vervangen? Of snap je een beetje wat ik bedoel? Nou ja, kijk. De hoeveelheid energie die beschikbaar is bij dit gemaal, willen we maximaal benutten. Op een gegeven moment is het ook op. Dat je die benut op die plaatsen waar nu traditionele koeling, traditionele verwarming is, dat betekent dus dat is oké. Hè? Dat is, je milieu-impact is daar meteen maximaal van. Dat je daarmee dus ja, minder over hebt voor de rest is logisch, maar ergens zou het een keer opraken. De andere kant is, de manier waarop we dit ontwerpen, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de diameter van het net en een aantal maatregelen die je in het gemaal neemt, zijn zodanig dat je de installaties neerzet, en misschien niet zozeer voor de warmtepompen, want die komen gewoon bij deze gebouwen te staan, maar dat je installaties neerzet die of uit te breiden zijn, of al op de dimensies zijn om straks de volle potentieel te benutten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de warmtewisselaar die in het gemaal zal komen. Dus je bouwt alvast het project op wat er minimaal kan. We hebben een installateur, operator, leverancierspartij gezocht. Engie hebben we daarvoor gevonden. Die bereid was om ook in de ontwikkeling te investeren en uiteraard ook in de benodigde installaties. En die formeel als leverancier naar de klanten zal gaan optreden. Die heb je nodig. Wij hebben van meet af aan gezegd, wij willen dat netwerk wel realiseren en ook gaan beheren. Ook IF Technology heeft ook zelf, ook als partner, maar ook zelf de nodige investeringen gedaan om dit uit te ontwikkelen. Ook wel vanuit een aantal programma's waar zij bij betrokken zijn. Uiteraard hebben de gemeente in de arm genomen. Gezegd van jullie moeten in de communicatie en in de... Dat was op dat moment maximaal haalbaar, maar we gaan toe naar warmteplannen en energiebestemmingsplannen toe gaan werken. En de provincie heeft ook willen bijdragen en meewerken. En zo hebben we een coalitie gebouwd die dit mogelijk moet maken. Ja. Leverancier naar de klanten? Ja. Zijn dat dan die werkbewoners of de leverancier van apparatuur? Apparatuur doen ze als installateur. Ja. Ze zorgen dat het draait. En ze leveren de energie. Ja, aan de klant. Ja.
waterschap van Rivierenland. Ja. Geef je nou aan dat het dat Rivierenland zeg maar commitment heeft verleend om garant te staan voor de energie die ze dan leveren? Of dat staan ze gewoon garant dat dat gemaal daar blijft functioneren? Ze staan garant voor een bepaalde, uiteindelijk voor een bepaalde hoeveelheid minimale energie die ze gaan leveren. Ja. Ja. En daar hoort uiteraard bij dat ze een aantal. Sorry? Naar de klant toe is het denk ik aan Engie of zo. Ja, dus de relatie van de klant is met Engie. Maar Engie moet ook weer kunnen rekenen dat er energie uit het gemaal gaat komen. Dus dat, dat is de relatie. Ja? Als ik het goed begrijp, even een paar stappen terug concluderen eigenlijk dat de partijen die betrokken zijn bij het totale project niet allemaal dezelfde belang hadden of niet het gehele traject, de inwilde investeren in het gehele traject. Ik las daar een beetje uit dat het voornamelijk over de investeringen, wie gaat nou investeren in de aanleg van het net en de apparatuur, zeg maar. Ja. Die gaat het over houders, eigenlijk de beleggers, de schoolheid zou ik daarvoor bedenken. Die is nooit in beeld geweest. En is het dan in deze casus zo dat die twee bedrijven die dan wel geïnteresseerd zijn, dat die zeggen, ja, voor ons is ons gebouw. Is het daarom dan hier wel een haalbare keuze? Nee, ja, voor wie het niet kon verstaan, de vraag is van we zitten natuurlijk met heel veel partijen die elk voor zich niet bereid of in staat zijn om de hele investering te doen en ook het hele project op te pakken. Hoe zit het dan met de rol van de beleggers in dit vastgoed? Deze beleggers hebben gezegd van wij zijn wel bereid om in gebouwgebonden maatregelen te investeren, maar alles wat buiten ons kavel ligt, daar bemoeien we ons niet mee. Die energie komt van buiten, dus wij willen dat jullie, in dit geval een combinatie van zeg maar waterschap, energie, Alliander, dat jullie zorgen dat die warmte en koude bij ons komt. En dan zijn wij bereid om de maatregelen te nemen, dat we dat in onze gebouwen goed kunnen verwerken. Nee, maar in die zin is er geen eerste casus. Dus de constatering die wij eerst deden was dat als je dit project meteen in zijn volle omvang wil uitrollen en dus ook allerlei woningen wil gaan betrekken, dat je dus meteen tegen die business case en hoge temperatuur vraagstuk problemen zou aanlopen en dat je dus alles tegelijkertijd wil oplossen. Dus wij zeggen niet dat we dat, daar kom ik zo nog wel op, in de verdere stappen willen we dat ook gaan doen. Alleen maak het niet zo complex dat je meteen alles wil regelen. Je staat voor een groot aantal uitdagingen. Breng dat terug naar iets wat je kunt behappen. Nou, dat blijkt, er hadden er ook 4 of 5 kunnen zijn, maar dat blijken 2 gebouwen te zijn met een aanzienlijke energievraag die graag willen meewerken. Dan kunnen we start maken, dan kunnen we alles gaan regelen. Dan kunnen we de eerste investeringen gaan doen, we kunnen hun beleveren. En daarna ontstaat de werkelijkheid waarin we door kunnen en ook de rest kunnen gaan oppakken. Dus het is helemaal niet een kwestie van anderen willen niet. We hebben gesproken met woningbouwcoöperaties die zeggen van ja, kan het uit. Ja. We zijn bezig met een groot van ongeveer 450 woningen. Ja, nieuwbouw, ja. Aan wil sluiten op de Theo. Ja. Dat wordt gebouwd aan de haven in Tilburg. En voor ons is vooral, wij hebben ook gevraagd van wie gaat het nou uiteindelijk in financieren. Want je moet, omdat je een nieuwe wijk bouwt, moet je aan de voorkant moet het hele systeem werken. Ja. Terwijl we dan misschien maar 25 woningen aansluiten. Ja. Wij waren vooral gemerkt heel geïnteresseerd naar de beleggersfunctie. Oké, ja. Nee, maar goed, in een nieuwbouwsituatie is je dynamiek net weer iets anders. Hier praat natuurlijk over bestaande woningen die we een keer in de komende jaren willen gaan aanpakken. En dat gaan we ook doen. Alleen, dit is de route om er te komen, wat ons betreft. Met zoveel partijen, ik kom straks op de andere stappen, met zoveel partijen, hoe ziet dat er dan uit? Het is een keten die je moet sluiten. Je moet zorgen dat de energie geproduceerd wordt, dat het uiteindelijk gebruikt gaat worden. Ik heb bij die keten hebben we steeds ondersteuning gehad van IF, dus die heb ik ook een plekje willen geven in het plaatje. Uiteindelijk zullen die geen blijvende plek innemen, omdat ze geen investeerder zijn en geen exploitant. Maar ze hebben wel enorm veel gedaan om dit proces te helpen. Wat ons betreft, en dat is ook dus het in het startpunt geweest, de klant staat centraal, zorgt dat een aantal klanten, in dit geval 2, maar dat hangt natuurlijk van het project af, dat die zeggen van wij willen graag aansluiten en wij zorgen voor datgene wat bij ons gebouw behoort, zo hebben we dat hier ook afgesproken, dat werkt, dat onze luchtbehandelingsinstallaties klaarstaan en geschikt gemaakt worden om aan te sluiten.
Dat is hun, hun taak, hebben we ook met ze afgesproken. Dat gaan ze ook doen. Aan de voorkant hebben we het al gehad over het waterschap Rivierenland. Ja, we zeggen dat hier in techniek, maar waar hier warmtewisselaar staat, dat is dus inderdaad die verplichting die ze opnemen. Wij zullen daaruit een bepaalde hoeveelheid warmte en koude gaan produceren. En die zullen we ook beschikbaar houden. Onze rol mag ook duidelijk zijn. Wij zorgen dat in de openbare ruimte die warmte getransporteerd kan worden. Hier kan ook koude staan overigens, zie ik nou. Dat moet nog even aanpassen. Maar warmte en koude transport. En Engie die aan de productiekant zorgt voor, er komt ook een kleine buffer in, maar in ieder geval ook voor de warmte-koude opslag, dat die er gaat komen. Er is uiteindelijk voor gekozen dat het waterschap zich daar niet in geeft, maar het wordt qua installatie en dat soort dingen, in technische zin wordt het straks één gebouw waarvan alles en nog wat in zit. En aan de klantenkant... zorgen zij voor de warmtepomp. Met die klant is overigens nog de afspraak van, dan moeten we even kijken of dat op die manier zal gaan. Maar nou, klanten die op een netwerk worden aangesloten, zal dat de warmtepomp van Engie zijn. In ieder geval een afleverstation, uiteraard een meter. Zij zullen de rol van leverancier op zich nemen. En dit is de aard van de afspraken die we met elkaar maken. En we hebben ook gezegd van, dit zijn dus ook de investeringen die in ieder draagt, die hij zelf gaat doen. En de contracten regelen, wat ik al zei, waterschap garandeert, Engie garandeert dat naar zijn klanten toe, wij garanderen transport. Dus ieder neemt ook de eigen risico's en exploitatie voor zijn rekening. Als het bestaande object wat er ligt, hebben jullie beheerlijk, is dat toe aan vervanging? Het gasnet dat er ligt, dat gaat ergens in de komende 10 jaar vervangen worden. Het punt met gasnetten, maar dat is een beetje een zijstapje. Wij vervangen bijna geen gasnetten spontaan. Bijna altijd vervangen we ze omdat er in de openbare ruimte iets vervangen gaat worden. Heel vaak is het riool de aanleiding of de wegen. En als de gasleidingen dan oud zijn, dan moeten we ze op dat moment ook vervangen. En in die zin proberen we heel vaak mee te koppelen met wijkrenovaties. En we zijn nu met de gemeente ook daarom in gesprek van wanneer is die wijkrenovatie hier aan de orde en hoe gaan we dan deze activiteiten daaraan koppelen. Voor de 2 gebouwen die er nu aangesloten worden, zullen gewoon afgekoppeld worden van het gasnet. Dat is gewoon een consequentie. Ja. Wat we dus nu, we hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het als ontwikkelovereenkomst. Dat te zeggen, we steken samen er geld in om dit verder uit te ontwikkelen en met de klant eruit te gaan komen. Maar op basis van deze bolletjes hebben we afgesproken, en dat zal uiteindelijk in een definitief contract natuurlijk terug gaan komen. Wie investeert waarin en wie garandeert welke rol naar elkaar toe in dit proces. Maar dit gaat helemaal in open boek en de informatie wordt opengedeeld en we zijn gewoon eens over de rolverdeling en we zijn nu samen met elkaar dit project aan het uitontwikkelen. Ja. Wie betaalt nu dat warmtenet? Zijn jullie dat betaald? Of is het betaald gemeente? Nee, zoals het nu voorstaat, investeren wij in het warmtenet. Wij leggen het geld op tafel om dat te realiseren. En vervolgens krijgen wij van Engie een transportvergoeding over de jaren heen om die warmte en koude te transporteren. En dat verdient Engie weer terug doordat hij de klant een rekening stuurt voor de energie die hij levert. Op dit moment is er niet vanuit gegaan dat de gemeente financiële bijdrage levert. Voor deze klanten lijkt de business case te sluiten. Hou je er rekening wel met de lijn dat de mogelijke toekomst dat er meer bewoners naar het plan aangesloten worden? Is de pijp wat groter? De pijp is wat groter, ja. Bij het aanleggen van warmte- en koude netten is het civiele werk, dat zijn de kosten, zeg maar. Dus een iets grotere diameter aanschaffen, dat is het geld niet. Als je dat slim doet, dan kun je daarmee het goed aanpakken. Ik zag vooraan een vraag. Ja. Hoe rekent Engie af naar klant? Ik hoor heel vaak de term niet meer dan anders. Niet meer, ja. En niet meer dan anders betekent niet meer dan de huidige gasrekening. En de elektriciteitsrekening voor de ruimte, voor de koeling. De gasrekening in de toekomst gaat stijgen. Ja. Ik heb wel eens eerder begrepen dat dan de rekening ook mee stijgt. Ja. Nog meer dan dit. Dat zou ik
Ja, het moet nog definitief vorm krijgen. Kijk, voor woningen, consumenten, kleinzakelijk geldt uiteraard niet meer dan anders ook als een wettelijk maximum. Voor dit soort klanten ben je vrijer in wat voor soort tarief je in rekening brengt. In feite komt het er nu op neer dat Engie bezig is om met hen een afspraak te maken over een vast bedrag wat per jaar in rekening wordt gebracht. Dat zou dan ook mooi relateren aan het groot deel van de investeringen die gedaan zou zijn. En het variabele deel, daar zit wel een component in die meegaat met de gasprijs, maar die zou hem dan dempen. Omdat je, dus in feite is het een beetje de share of profit die je dan probeert af te spreken. En dan krijg je dus een situatie dat op het moment dat de gasprijs stijgt, dat zowel de belegger daar voordeel bij heeft, of de verhuurder voordeel bij heeft, of de huurder, ik weet niet hoe zij dat doorsluizen, maar omdat hij zijn rekening niet zo snel zit stijgen als partijen die nog op gas zitten, maar dat ook Engie er voordeel bij heeft, doordat zij wel mee profiteren. Maar dat ben je, bij grotere klanten ben je daar in principe vrij in hoe je dat wil afspreken. Ja. De klanten dus, hè. De consument. Ja. Eigenlijk, ja, er nooit financiële voordelen bij heeft. Je kan ook uit zeggen van, nou, het is mooi, we hebben natuurlijk... Het is een hele andere discussie over hoe dat met niemand anders zou moeten werken. Wij zijn in ieder geval groot pleitbezorger om ook naar een systeem toe te gaan wat heel erg lijkt op elektriciteit en gas van nu. Waarbij je zegt van, een deel van de investeringen zijn je vaste kosten, die moet je toch maken. Dat is hoger dan bij gas, dat weten we, want warmtenetten zijn nou eenmaal duurder. Maar dan ga je veel meer profiteren van het feit dat je, als je een duurzame voorziening hebt, die ook echt een duurzame bron hebt, dat is, ja, bij een echte duurzame bron speelt de wereldgasprijs geen enkele rol. Dus waarom zou je dan niet gewoon in de loop van de jaren misschien een kleine inflatiecorrectie voor het onderhoud en beheer of zo, maar gewoon een stabiele energieprijs kunnen hebben? Dat is wat ons betreft een ideaal model waar we graag heen willen. Maar op dit moment is dat in de wet een beetje moeilijk, want als het naar beneden gaat, dan kan het ook niet. Dus, nou ja, ik zie nog heel veel vragen. Nou, ik begin achteraan. Is er een contractuur afgesproken en een verrekend tarief tussen de partijen? Als we het hebben over afgesproken, dan moeten we alles nog definitief op een rijtje zetten en handtekeningen gaan zetten. Maar we gaan nu uit van een contractduur van 15 jaar. Dus in ieder geval voor die klanten is dat een acceptabele periode waar ze in willen. Dat is ook waar we de business case voor dit stukje op baseren. In het rekenmodel waar we dus transparant hebben, hebben we gewoon gezegd van, wat heeft iedereen nodig om daaruit te komen, en daardoor komen de verrekenprijzen tot stand. Waarbij we dus ook zeggen van, als je een bepaald risico neemt als partij, dan zit dat niet in de verrekenprijs. Als iemand anders het risico neemt en het slaat terug op jou, dan moet dat wel in de verrekenprijs tot uiting komen. Ja, hoe groot is nou het risico voor weer en klimaat? Ik kan me zo voorstellen dat ongevraagd water een paar graden warmer of kouder is. Ja. Nou, de business case is zeker gevoelig voor een paar graden, want dat luistert natuurlijk allemaal nogal nauw. Je zou wat cynisch kunnen zeggen dat bij ernstige klimaatverandering hebben wij wel voordeel van, want dan halen we er meer warmte uit, maar aan de andere kant ga je aan de achterkant weer minder verkopen. Dus de truc zit er op dit moment vooral in, wat voor soort contract kun je met die klanten sluiten. Als dat voor een groot deel op een vaste prijs gebaseerd is, je praat hier toch voornamelijk over investeringen. Ja, er gaat ook de nodige elektriciteit in het systeem, die vooralsnog variabel geprijsd is. Kun je daar een evenwicht in vinden. En zo kun je de business case robuuster maken. Hier ligt een belangrijke sleutel voor Engie, die daar in de praktijk de meeste risico's in loopt en die dat ook inprijst in zijn tarieven. Is dat daar een vraag? Andere? Ja. Ik denk dat het spannende deel van dit traject nog moet komen. Dat is namelijk die woonwijk. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met kopers en huurders, ja, en woningcorporaties. Ja. En dan krijg je de vraag van, moeten ze een systeem hebben in het huis op watertemperatuur qua afgifte, of hoge temperatuurafgifte. Ja. Gaan jullie die investeringen allemaal dragen met deze samenwerking? Of zijn dat dan toch de bewoners en de woningcoöperaties die dat moeten gaan dragen? Daarmee loop je wat vooruit op de muziek, zover als wij zijn, maar dat is natuurlijk een terechte vraag. Wij rekenen op dit moment steeds, als we business cases uitrekenen, voor die integrale kosten die het met zich meeneemt om energie op een voldoende temperatuurniveau bij die woningen te krijgen. En gaan ervan uit dat
dat als het veel duurder is dan de huidige situatie, dat we op dit moment dat nog niet voor elkaar gaan krijgen. Er is op zichzelf, ook in dit samenwerkingsverband, geen probleem om te zeggen van waar leg je die investeringen neer. Deze partijen kunnen die investeringen dragen als de business case sluitend te maken is. Op andere plaatsen en andere projecten zijn wij ook met modellen bezig waarbij wijkbewoners zelf ook participeren in het netwerk bijvoorbeeld. En op die manier ook weer daar voordeel van het succes van zo'n project. Maar goed, dat voert nu wat ver. Stel, er komt een tweede initiatief vanuit gemeenten en een subsidie voor spouwmuurisolatie of vloerisolatie, dakisolatie, noem maar op, om dat soort initiatieven door te zetten. Alles gaat naar het groen, hè? Dus de afname wordt minder. Ja. Is daar ook mee gerekend hier? Want dan verandert je hele terugverdieningstijd. Nee, wij hebben in de business case voor de woningen, nogmaals, hij sluit niet, dus hebben wij rekening gehouden met een gestage daling van de energievraag van die woningen. Vijf minuten. Maar die daling gaat in onze beleving ook gepaard met een daling in de noodzaak om die temperatuur zo hoog te houden. En omdat ook warmtepomp in het systeem zitten, zit er dus ook een besparing in de exploitatie als over de jaren heen. Die energievraag gaat dalen, omdat je op een gegeven moment niet meer 75 graden, maar op een gegeven moment 65 graden. En we zullen ook even moeten kijken hoe tapwater dan in de toekomst geleverd moet gaan worden. Maar er zit dus een bepaald dempend effect in, maar wij rekenen in business cases nu op dit moment met een bepaalde daling van de energievraag op grond van het feit dat we denken dat mensen steeds meer energie gaan besparen. Dus daar is die robuust voor. Want je gaat aan de infra-investering, dat is de grootste. Ja. Dat is natuurlijk je hele concept. Ik kan me voorstellen dat wanneer je nu uitrekent dat je alleen deze wijk kan doen, gaat iedereen naar energielabel A, of groen, dan kan je veel groter gebied pakken. Precies, dat klopt. Het idee is inderdaad dat je, kijk, voor het netwerk houdt het op, want je hebt zoveel meter per woning nodig, die moet je één keer aanleggen en dat ben je kwijt, maar voor transportleidingen die dus een bovenwijkfunctie hebben en ook de centrale installaties geldt dat je die dan breder kan gaan inzetten. Dus dat zijn voordelen die je dan gaat meenemen. Dat klopt. Ja. Hoe kun je als klant de investeringen aanvullen wat jij zei, hoe kan je nou die investeringen in isolatie of een vraag besparende maatregelen, hoe kan je die terugvinden? Zit daar in het contract met de warmteleverancier iets in dat heel specifiek voor deze twee klanten, die hebben gezegd van dit zijn de maatregelen die wij de komende jaren gepland hebben. En onderdeel van de maatregelen die we nemen is dat we hier ook op aansluiten. Het contract is voor 15 jaar en daarna gaan ze hun nieuwe plannen bepalen. Voor consumenten, daar hebben we net even de discussie over, daar geldt dat niet meer een anders verhaal voor. Het voordeel daarvan is dat de gigajouleprijs die daarin zit is vrij hoog. Dus als jij zelf gaat besparen, dan ga je minder gigajoules afnemen en dat is best interessant. Wat we hier nog niet in hebben zitten zijn de modellen, maar die zijn we wel aan het ontwikkelen. Maar dat gaat ook een beetje buiten het kader waarbij je dus zegt van hoe kan ik besparingen die de klant maakt, maar die ook aan de kant van het hele systeem dan tot uit te komen. Bijvoorbeeld doordat die warmtepompen minder hoeven te doen, hoe kun je dat weer doorvertalen. Maar dan zit je bijvoorbeeld op coöperatieve samenwerkingsverbanden. Ik ga even door om het verhaal af te maken en dan kijken hoeveel tijd we nog hebben voor de vragen. Wij zijn nu toe aan stap 3. Definitieve voorstel voor die twee klanten. Zorgen dat we op een FID, een Final Investment Decision, komen en de realisatie kunnen gaan doen. Daar hopen we binnenkort goed nieuws over bekend te maken. En de volgende stap is dat we die opschaling gaan doen. Daarvoor zijn we al in gesprek met de woningbouwcorporaties en ook het gemeentelijk vastgoed. Heeft u als voordeel, het werd net al gezegd, al die particulieren die je één voor één af moet gaan, dat is nog wel een uitdaging. Hier kun je een collectief oppakken. En zeggen we, er zijn bepaalde gebieden in dat Vredenburg waar we in één klap de volgende stap kunnen zetten. Interesse is zeker groot. Wat ik zeg, er is een knelpunt op de business case, maar er zijn ook allerlei fondsen beschikbaar om dat gat wellicht te dichten. En de laatste stap zal dan zijn dat we het als onderdeel van die gemeentelijke plannen gaan maken. En dat er dan
aangewezen wordt dat deze wijk deze oplossing gaat krijgen. En dat er een mechanisme op gang komt waardoor ook particuliere bewoners hier aan mee gaan doen. In onze beleving in een hoge mate van vrijwilligheid. Maar een keer gaat het gasnet eruit en zullen ze wat motten. Maar dat zou op deze planmatige manier moeten plaatsvinden. Wat ik al zei, hier zijn we nu bezig. Dus we hebben nog wel een eindje te gaan. Maar doordat we de complexiteit van het proces sterk teruggebracht hebben, zijn we wel concreet bezig. En kunnen we ook straks laten zien dat hier gewoon een werkend systeem ligt. En het feit dat we die stap al zetten, maakte bijvoorbeeld dat die woningbouwcorporaties zeiden van, nou ja, dat is voor ons dan wel reden om ook werkelijk met jullie in gesprek te gaan en daar onze tijd en energie in te steken. Ja. Ik weet niet de omwonenden dat daar een warmtenet gaat komen? Er is in algemene zin over gecommuniceerd in de media. Maar goed, er ligt voor de bewoners ook nog geen concreet aanbod, dus zover zijn we niet gegaan. En er zijn ook een aantal inwoners van de wijk die inderdaad daar vragen over gesteld hebben en interesse getoond hebben. Ja. Ja. Ja, na het voortje wat u was gisteren bij de bewonersavond in de gemeente Buurt van Nijmegen in Druten. En daar ging het ook over energie. En daar was het heel erg van belang dat men meegenomen wordt alvorens het project een gevorderd stadium is. Want anders voelen ze zich van ja, hallo, ik moet een nieuwe man gaan kopen. Of daar moet de zonnepanelen of daar of dat. Daar kan heel veel weerstand uit bestaan. Daar zijn projecten op gegaan. Zeker. Ja. Dus hoe moet je daar ook naar de algemene zin communiceren maken? Ja. Het idee is natuurlijk dat wat wij willen laten zien hiermee is dat dit dus een reële mogelijkheid is en dat we investeringen gedaan hebben in de wijk die dit mogelijk maken. Hier zit op geen enkele manier naar de inwoners van de wijk Vredenburg een verplichting op van nu is dit ook jullie oplossing. Wij hopen alleen dat op het moment dat we met hun in gesprek gaan, niet met het gesprek van er is Theo warmte beschikbaar, nee, het gesprek zal gaan over hoe gaan we deze wijk van het aardgas afhalen. En dat we op dat moment kunnen laten zien van, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je kan doen. En daar kun je ook aan rekenen en daar kunnen we over na gaan denken. By the way, we hebben hier iets gerealiseerd en laten zien dat het werkt. En daar zit nog capaciteit in, dat kun je ook gebruiken. Dus we willen het op die manier op een hele positieve manier neerzetten. De business case draait al op dit stuk. Hè? Dus dit bedoel, we worden er niet heel rijk van, kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar dit kan al uit en dit gaan we ook op deze manier doen als we er binnenkort uit zijn. Ja, en dat is ook de communicatie die we eromheen willen gaan doen. Van ja, dit kan nu voor deze twee grote gebouwen, maar het kan straks voor iedereen. En nou ja, wat zeg je uit de eerste communicatie, gewoon in de media, zijn er al mensen die zeggen van is dat ook iets voor ons? Nou ja, dan is ons antwoord ja, maar je moet even wachten. Zijn er ook negatieve reacties aan de bewoners? Nee, niet dat ik weet. Nee, maar ook omdat we dus niet tegen niemand gezegd hebben van je mot op dit systeem. In de media, ja. Ja, we zijn aan de vragen toe, dus we kunnen zo. Wat wij ook, of met name ook het waterschap nu ook nadrukkelijk naar voren brengt, is van kijk, het is ook een project wat helpt bij de waterkwaliteit. Het is ook zeker rondom die kantoren betekent het dat die airco's uitgaan en dat die niet de hele zomer warme lucht om zich heen staan te blazen. Dus ja, natuurlijk dat gemaal moet een keer vervangen worden. Er komt binnenkort de bouwvergunning, de omgevingsvergunning plannen naar voren. Dat zijn natuurlijk allemaal communicatiemomenten. Maar goed, dat zijn niet de dingen waarvan wij denken dat heel veel problemen gaat opleveren. Volgens mij zagen jullie een kans en hadden jullie ook een aardig wat hobbels om te nemen. Maar wie was nou het bedrijf voor je toch hier bent waar je bent? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat uiteindelijk, vooral omdat Engie is iets later bijgekomen, maar de combinatie van IF, het waterschap en uiteindelijk ook Alliander, wij steeds gezegd hebben van ja, we zien hier die mogelijkheden, dan willen we het ook gaan verder brengen ook. En ik heb dat ook al op die manier wel als een wisselwerking ervaren, dat op een bepaald moment het waterschap zei van ja, maar als dit de business case is, dan zijn we dan aan begonnen. Ze zeiden van ja, wacht even, maar je kunt op een andere manier het proces gaan aanpakken, dan kan je het wel doen. En weer een ander moment had IF dan toch weer een aantal innovaties toegepast en zei van kijk, zo kunnen we ook weer kosten verlagen. Dus je moet ook elkaar er doorheen helpen, zeg maar, als je het niet ziet zitten. Maar dat is ook wel een beetje de aard waarmee we dit soort projecten aanpakken.
Dat is de kern geweest. Ik moet zeggen, ENGIE doet nu volwaardig mee. En die investeert ook behoorlijk in deze ontwikkeling. En doet er ook volop in mee. Ja. Graag gedaan. Maakt het nog uit dat de eerste afnemers nu kouder vragen hebben? Vooral omdat het warm op in de muziek komt. Dat we het afvoeren wat dan de waterkwaliteit zou zijn. En dat ze relatief ver van het WKO-systeem af liggen. Liever had ik twee klanten gehad die bovenop dat gemaal zo'n beetje stonden. Dat was, ja, dan had ik geen business gehad om het net aan te leggen, maar dat zijn kosten. Dus, maar goed, uiteindelijk ging het erom van liggen ze niet zo ver dat het niet meer uit kan. Dat was niet het geval. Dat ze koude afnemen betekent in feite voor de business case een plus. Omdat er gewoon een extra dienst is, een extra omzet. Terwijl we toch maar één keer hoeven te graven, dan moeten we er vier leidingen in leggen. Maar dat is een besparing. Kijk, dat opwarmen van dat koude water door koeling, dat doen we dus straks in de winter. Nou was het toch al niet een sloot waar heel vaak op geschaatst werd, dus dat is ongeveer wat je daarmee krijgt. Maar dat is eigenlijk het enige effect wat je daarmee bewerkstelligt. Volgens mij gaan we afronden. Ik wil jullie danken voor jullie deelname. APPLAUS